Dus in 1992 ben ik hier toegekomen in Bordeaux, ben ik oenologie gaan studeren en heb ik dat eigenlijk kunnen combineren met een opleiding binnen Château Lamotte en dergelijke. Dus dat was eigenlijk de theorie van de faculteit gekoppeld aan de praktijk van het wijngebeuren bij de betere wijnboer. Avec Monsieur Vossen de l'ENIC. Et un jour, Monsieur Vossen nous demande si un jeune qui voulait prendre sa suite et qui voulait avoir une expérience dans le vin pouvait venir travailler chez nous. Ik ben hier toegekomen. Het was de eerste dag van de oogst. En ik heb eigenlijk een ganse wijngebeuren, een gans jaar kunnen meemaken uiteindelijk. En dat was wel plezant. Il faisait son travail. S'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris, quand les professeurs d'œnologie l'avaient expliqué, si quelque chose était un petit peu confus pour lui, il demandait à mon mari qui pouvait lui donner des explications. Maar het is vooral het wijnmaken dat ik hier geleerd heb, namelijk van 's morgens tot 's avonds ermee bezig zijn. En vooral de passie zien die mensen hebben in dat vak. C'était peut-être le premier ciment. C'est autour de ce ciment, de l'amour pour le vin, de la passion pour le travail de la vigne et du vin, que s'est créée notre relation amicale. Donc c'est un peu la boucle qui s'est fermée, puisque au début il a fait le vin de la Motte ici, et maintenant on met aussi le vin de Chris ici. On a adopté Chris, maintenant on a adopté son vin. Voilà. Toen ik gevraagd werd om mee te werken aan deze witte wijn, dat ik vanaf zeg maar, de geboorte van de wijn erbij was. En dat ik wist precies welke stadia die wijn moest doormaken om uiteindelijk in die fles te belanden waar ik dan het etiket voor zou maken. En het zijn heel veel chique etiketten en heel veel saai etiketten, maar ik ben gewoon gaan zitten met een blad papier. En in plaats van te tekenen wat mijn normale reactie zou zijn, ben ik beginnen scheuren. Ik heb een paar vormen uitgescheurd en die heb ik samen gepuzzeld tot een soort motief. En sindsdien is er eigenlijk redelijk weinig aan veranderd. Ik heb alleen nog de letters met een heel fijn penseeltje getekend. En dat alles samengevoegd, verschillende kleuren bedacht. En zo simpel was het eigenlijk. En de wijn heeft ook iets heel eenvoudigs in de beste zin van het woord. Het is heel fris, heel eerlijk en uiteindelijk weinig gecompliceerd. En ik denk dat dat ook in het etiket zit. Ik hoop dat ik hierna nog etiketten mag ontwerpen, maar ik zit alvast goed voor 5 jaar. Want ik mag 5 jaar lang het etiket maken voor deze wijn. En ieder jaar komt er een variatie op het eerste etiket. En ik weet al welke variatie het wordt, maar niemand anders.